Op je oude dag nog fijn thuis wonen wil iedereen. Mantelzorg speelt hierin een belangrijke rol. Maar het lijkt erop dat het krijgen van een mantelzorger steeds moeilijker gaat worden. Sabine Blom van Assendelft, van Saar aan Huis, vertelt ons hier meer over. De overheid doet steeds een groter beroep op de ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dus de druk op de mantelzorgers, en dat zijn vaak de kinderen, die nemen alsmaar toe. En als je nu realiseert ook dat ongeveer in 2040 er een verdubbeling gaat plaatsvinden van de 75-plussers, dan staat Nederland echt aan de vooravond van een hele grote uitdaging. Ik denk als we het toelaten dat ouderen gebruik kunnen maken van betaalbare professionele mantelzorg. En als die mantelzorg nou gaat samenwerken met de thuiszorg, dan ga ik ervan uit dat we het probleem grotendeels hebben opgelost.